Hallo, ik ben Michiel van Rexel. In deze productvideo vertel ik u alles over de Flexitech, vlugwegrouteverlichting en vlugrouteaanduiding van Eaton. Flexitech is geschikt voor zowel vlugroute als ruimteverlichting met montagehoogtes tot 8 meter. De innovatieve microlenzen sturen het licht efficiënt langs de vlugweg. Bijzonder is de hoge lichtoutput van 420 lumen, maar zonder verblindend effect. Hij kan tevens tegen de wand geplaatst worden. De Flexitech EW en EC zijn pictogramarmaturen en zijn geschikt voor enkelzijdige en dubbelzijdige aanduidingen. Beide hebben een herkenningsafstand van 20 tot 30 meter. Ze zijn voorzien van 4 pictogrammen. De homogene uitlichting en de verhoogde attentiewaardefunctie zorgen voor een betere vlugroute-aanduiding die nog beter zichtbaar is. Flexitech is uw oplossing voor de noodverlichting voor zowel kleine als grote projecten. Dit dankzij het duurzaam ontwerp, de robuuste constructie, de hoogwaardige materialen, de innovatieve waterdichte oplossingen en de betrouwbare elektronica die zorgen voor een laag stroomverbruik. Flexitech is eenvoudig te installeren door 6 innovaties. IP65 montage, mogelijk zonder wartel. Een ingebouwde waterpas. 9 kabelingangen van rubber. Een transparante montageplaat met voldoende werkruimte voor eenvoudige installatie en vervanging van bestaande producten. Rechtstreeks montage op een inbouwdoos. Sleufgaten voor snelle bevestiging en eenvoudige uitleiding. Flexitech is leverbaar in de volgende uitvoeringen. De Flexitech SU, vlugwegrouteverlichting. Flexitech EC, pictogramarmatuur voor plafondmontage. En de Flexitech EW is het pictogramarmatuur voor wandmontage. Voor alle flexiewerkmodellen is een groot aantal accessoires leverbaar in standaard kleuren. Wit, zwart, grijs en zilver. Wilt u meer weten of heeft u interesse in de Flexitech vlugwegrouteverlichting van Eaton? Kom dan langs bij een van onze vestigingen of plaats gewoonweg uw bestelling online bij rexel.nl. Oh ja, en klik even op het duimpje als u het leuk vond. Vergeet u ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Ik bedank u voor het kijken en graag tot een volgende keer.